Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag beginnen we met de les 254. Je wilt heel graag je lagen behouden die je gemaakt hebt. En zoals jullie zien heb ik dat hier, hè, allemaal losse lagen waarmee ik deze foto een beetje heb gecorrigeerd. Maar ik ben moe, of ik wil gaan eten, of ik moet gaan werken. En ik wil eigenlijk later weer teruggaan naar dit bestand om verder te gaan met de foto. Hoe kan ik dan het opslaan dat hij dus al deze lagen gaat onthouden? Dat ga ik jullie zo meteen vertellen. Je kan een foto op verschillende manieren opslaan. Je kan hem als JPEG opslaan, als PNG kan je hem opslaan. Maar wat je ook kan doen, je kan een foto ook als PSD opslaan. En PSD betekent eigenlijk dat hij onthoudt de lagen, alles wat hij zeg maar hier in dit rechterscherm heeft geplaatst, dat gaat hij onthouden. En zodra je die PSD-bestand weer opent, zal hij dit weer gaan weergeven. Nou, hoe doe je dat? Je gaat hierboven naar File. Je kiest dan hier voor Save As en dan kies je hier voor PSD. Kijk, ik zal eventjes dit, sorry. Kijk, Photoshop PSD. En dan slaat hij hem op, zeg maar, als lagen. En als ik hem dan hier een naam geef. Even kijken, zo. Vrouw op motor. Zo. En ik sla het dan op. Opslaan. Oké. En ik zal deze dan even wegklikken. Die heb ik even niet meer nodig. En ik ga dan het bestand opnieuw openen. Zo. Dan zie je dus dat alle lagen weer tevoorschijn komen. Dus moet je tussendoor weg, of je wilt slapen, of je wilt gaan eten, dan kun je het gewoon, nadat je hem opgeslagen hebt, kun je hem gewoon verwijderen. En dan kun je hem weer openen, zo gauw je weer verder gaat met de foto. Een korte les, je hebt weer wat geleerd en ik spreek je snel. De groetjes, hei hei.